Ik zie daar al iets van redstone, maar dat is waarschijnlijk van mijn eigen rail. Ik denk niet dat hij er een systeem omheen heeft verzonnen. Maar ik moet wel oppassen, want straks heeft hij mij ook ziek had geprankt. En is er ineens een dikke TNT trap naar mijn poort bijvoorbeeld. Ja, dan zou ik echt pissig worden, want hier ben ik echt uren mee bezig geweest. Alright, ik ga er even naartoe. Oh, dit is wel spannend hoor. Weet je wat, ik haal dit gewoon even lekker weg. Hoppakee, weggemeet. Ziet er sowieso echt debiel uit dat het hier ligt. Laten we even loeren. Wat staat er op dit bordje? Even kijken. Land opgekocht door Jeroen BV bij verwijdering van het bord. Wordt een boete bekeurd van wat is dit nou weer? 64 diamonds. Land opgekocht. Ten eerste land opgekocht met wat? En ten tweede, dit is mijn land, ja. Dus ik weet niet wat die jongen allemaal aan het lullen is, maar dit slaat natuurlijk nergens op. Dit land was van mij, heb ik aan hem gegeven. Hij mocht gebruik maken van al mijn villages, van al mijn spullen en van alles. En dit is hoe hij het teruggeeft. Puur omdat ik een dom TNT-kratertje bij hem heb gemaakt wat niks voorstelt. Jongen, wat een onzin.